Het onderdeel waar jij je hele carrière aan blijft werken is natuurlijk je relevante werkervaring. Stouw je cv alleen niet vol met al die bijbaantjes die je maar 2 maanden volhield. Zet alleen de functies erop waar je meer aan hebt gehad dan alleen maar snel geld verdienen. Waarvan de lezer denkt, kijk, die is klaar voor deze baan. Als je ook nog bij iedere relevante baan kort vertelt wat jouw taken waren en de banen in volgorde van heden naar verleden zet, dan zit je er lekker in. Heb jij een aantal gaten in je cv? Dan is het opdelen van je werkervaring de oplossing. Ben je nog een broekie en heb je geen werkervaring? Gooi dan wat interessante projecten die je op school hebt gedaan in de mix. Vertel wat voor een rol jij daarin had en welke eigenschappen goed van pas kwamen. Polish up that turd! Je hebt altijd wel iets interessants te vermelden.